Dag Wim Lijs, goedenavond in Brussel in de Viage met een nummer wat eigenlijk niet zo bij jou aanleunt direct, hè? Het is verrassend, dat hoor ik regelmatig. Het is inderdaad een liedje dat toch wel in die rock'n'roll stijl blijft, maar het was een beetje een buitenbeentje op het album. En we dachten zo, ja, na drie snelle liedjes, Rocking in the Street, Shout, Happy Days, is het toch wel eens de moment om ook een andere kant van mezelf te laten zien. Een liedje dat ik eigenlijk dat het meest persoonlijk bij mij aansluit, omdat het over mijn dochter gaat, 9 maanden, heet het liedje. En het gaat dus over mijn dochtertje, Phoebe, die er vanavond ook aanwezig was. Ja, en die kwam op scène bij jou op het eind. Was dat gepland of was dat een verrassing voor u? Je zal wel aan mijn gezicht zien op televisie dat het helemaal niet gepland was. Ik had gehoopt dat ze ging komen. Maar ja, je hoopt dat natuurlijk. En ze is ook nog, ze is nu 2 jaar en 5 maand. Dus normaal gezien moet ze om 8 uur in haar bed. Maar kijk, de mama is toch naar hier gereden. En ik was echt perplex toen ik gedaan had met zingen dat ze daar stond. Ik wist even niet wat doen. Dus ik ging er gewoon naast zitten. Uiteindelijk heb ik ze dan toch nog vastgenomen. En ik ben ongelooflijk trots dat ze erbij was. Kon ze een beetje om met die fotografen hier rond haar, direct al, na het optreden van jou? Ik weet niet of je het gezien hebt, maar ze was eigenlijk heel rustig, ja. Ze keek mooi in de lens en ze deed dat eigenlijk wel goed. Ze heeft wel 2-3 keer tegen mij gezegd, papa, ik ben moe. Als een grote ster. Wat zeg je dan? Ik ben dat vaak ook. Van, meisje, ik begrijp u. Heb ik voluit. Ja, ik begrijp u. Ze is nog zo jong. Ja. Hè? Kerstuitzending, Wim, dat nummer past daarin. Is het voor jou een kerst van thuis vieren of ergens anders? Wel, kerst is altijd met de familie doorbrengen en dat is nu niet anders. Dus we gaan inderdaad met de familie gezellig aan tafel zitten, rustig een hapje eten, een glaasje wijn drinken en het hebben over de mooie dingen die er het afgelopen jaar zich afgespeeld hebben. En dan bedoel ik niet alleen over mij, maar allemaal, heel de familie samen. Misschien ook de minder goede dingen even naar boven halen. Dat is toch wel een vrij intens moment en ik koester dat enorm. Ja, en naar de Vlaamse 10 kijken uiteraard. Ja, inderdaad. Het is gelukkig allemaal vooropname. We moeten dus niet weg. Had dat zo geweest, dan is dat ook zo. Maar het is wel heel fijn. Dus we kunnen eigenlijk allemaal samen gezellig van aan tafel naar de Vlaamse 10 kijken. Ik wens je nog een fijne kerst en gelukkig nieuwjaar, Wim. Ik wens u hetzelfde. Dank u wel.